Bij het pompgemaal Morgenstond werkt van de drie pompen maar één pomp, terwijl één pomp aan vervanging toe is. De derde pomp is defect. Dit liet Viresh Rusik, hoofdafdeling sluizen bij het ministerie van Openbare Werken weten, vandaag tijdens een veldoriëntatie pompgemalen Paramaribo. Er zijn nieuwe pompen aangeschaft voor dit pompgemaal als voor andere pompgemalen in Paramaribo. Op 2 november 2023 heeft het ministerie het startsein gegeven van het project Rehabilitatie Pompgemaal Morgenstond. Rusik laat weten dat de bouw- en civielwerkzaamheden nu in volle gang zijn. Vanuit de startdatum zijn er 150 werkdagen uitgetrokken om dit project op te leveren. De aannemer die belast is met dit project, op rehabilitatiepompgemaal Morgenstond, is aannemer Koelusing Infra. De werkzaamheden in grote lijnen zijn het renoveren van de gemaal, pomphuis, het bouwen van een zitruimte voor de gemaalbedieners, het vervangen van de dak- en kapconstructie, het plaatsen van drie nieuwe pompen met een verhoogde afvoercapaciteit en automatische bediening. Het is de bedoeling dat voordat de nieuwe pompen worden geleverd door de fabrikant, de verschillende bouw- en civielwerkzaamheden reeds zijn uitgevoerd. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat gelet op de wateroverlast die Groot Paramaribo in de afgelopen jaren heeft gekend, het goed is dat er nu al voorbereidingen worden getroffen voor de komende grote regentijd. Daarom worden ook de pompen vervangen. Echter wijst Noor Mohammed erop dat behalve rehabilitatie van pompgemalen en sluizen, ook de kanalen die lopen naar de pompgemalen in goede staat moeten zijn. Er is onderhoud dat OWI doet. We besteden een deel uit, een deel doen we eigen beheer. En dat gaat goed. Maar dan heb je natuurlijk waar de burgers wonen, in de woonwijken. Daar vragen we wel dat de burgers onderhoud van hun trenzen zelf op hun nemen. En waar een duiker verstopt is, moeten we dat wel zelf doen. Dit is Paramaribo, maar we leven niet alleen in Paramaribo. Er zijn ook mensen in andere districten, zoals in Saramaca. Daar zijn we ook bezig met de kanalen op schone. Maar ook pompgemalen zijn daar op het programma. En ook in Koroni gaan we dit jaar waarschijnlijk nog starten met rehabilitatiewerkzaamheden van de pompgemalen en de sluizen op de dijk. Een paar jaar terug hadden we de sluizen al bekeken en gerehabiliteerd. En in Wanica zullen misschien ook wat werken uitgevoerd worden. Die worden voorbereid. De bewindsman liet weten dat in Kommewijnen meer dan 5 sluizen worden gerehabiliteerd. Deze werkzaamheden zijn deel van een groot rehabilitatieprogramma voor ontwatering vanuit het ministerie.